Dames en heren, van harte welkom op de livestream van nummer 10. En de wedstrijd vandaag is de wedstrijd tussen Sydney Klaas en Royal Antwerp Football Club. Voor Antwerpen een heel belangrijke wedstrijd. Mits winst kunnen ze op een gedeelde derde plaats komen te staan. Naar gelang de uitslag van de wedstrijd Eendracht Haas tegen KVO Stenne. Maar ook voor Sydney Klaas staat er nog heel wat op het spel. Zij haalden de voorbije weken 4-6 en proberen op deze manier uit de degradatiezone te klimmen. Daar moet onder andere Alex Czerniatinski en Munja Neza voor zorgen. Twee grote versterkingen van de club Sydney Klaas. Ja, die bal is binnen. Wie scoort hem? Is dat Karel de Smet, kapitein? We zijn 8 minuten aan het spelen en Karel de Smet knikt op die vrije trap. De bal mooi naast Willocks. Ja, dit is natuurlijk een hele goede opener. Al, ik zeg het al twee keer, Chelsea die eigenlijk heel diep doorgaat en twee keer moet door Van de Marlieren neergelegd worden. En nu ja, vrije trap. Zoals we zeiden, luchtmacht gaat mee naar voren. Heel moeilijk af te stoppen. Hier. Vloedzis alleen voor doel. Moet binnen. 1-1. Heel slecht verdedigd bij Antwerp Centraal. En Vloedzis is toch niet de supersnelle, maar kan niet teruggehaald worden. Balverlies kwam van Van Voor, denk ik, ja, iets meer de controle. Ook geen goede positie van de twee centrale verdedigers. En eigenlijk met één pas komt hij alleen voor het doel. Vloedjes met een doelpunt tegen zijn ex-club. Tweemaal gepasseerd bij Antwerp. Zich daar nooit echt kunnen doorzetten. Maar hier bij Sydney Klaas toch al goed voor 7-8 doelpunten. Inderdaad, niemand minder met nummer 14. Lucius Stabler! Bal is ondertussen terug in het bezit van Antwerpen. Komt die. Kopbal binnen. Ik kon niet blijven duren natuurlijk. Weer schitterende center corner van Petrovic. Mooi binnengekomen. Ja, we kunnen niet anders zeggen dat dit verdiend is. Dus, afgaand op de laatste 10 minuten. Sydney Klaas de beste kansen. Omar Diouk staat klaar om in te komen. Sydney Klaas 1-3. Kan een prima zaak doen in de stand als ze dit kunnen vasthouden. Ja, Bart gaat toch echt met drie spitsen spelen, dus ja, hij kan nu niet anders natuurlijk. Dus. Meijers wordt vervangen door Omar Diouk. Natuurlijk niemand minder, wie kan het niet anders dan die nummer 15, Lodever.